Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. Hey jongens, de bank weer. Nou, ben ik weer. Nee, de bus is net weg. Hier ben ik wel van. Zoals jullie wisten, had ik mezelf opgesloten in een kooi. Waar? Ja. Dat was niet zo slim, want ze kwam er niet meer uit. Wat is dat trapje? Welk paard is dat? Dat is wel een mooi paard. Volgens mij is dat de Hannoveraan, of niet? Ja. We gaan wel voorbij kijken. Apple en Nukkelak. Om 15. Ze hebben alle paarden level 15 in Kastvoel. Arabier, een IJsland, een Shire, een Mustang, Wells, Pony. En dan zie je hier een Jurvik Barnes. Ze hebben alle paarden level 15. Ik bedoel, hoe krijgen ze het voor elkaar? En dan mag het rondpiet. Yo. Nou. Oh, tot er nu nog maar één. Hè? Maar. Nou, dat is wel. Spirit! Hallo, paard. Hallo, mooi paard. Op zich, wat, er komt morgen een nieuw seizoen uit van Spirit Riding Free. Op Netflix. Dat vind ik wel leuk. Dus ik weet wat ik morgen ga doen. Het slijg spelen. En kijken. Wat vonden jullie trouwens van de slijg video die ik had gemaakt? We gaan even stijgen. Alleen dan wel natuurlijk de speciale stijger. Ook kan Spirit een veel specialere stijger. Spirit kan er helemaal recht overheen. Maar dat maakt niet uit. Op zich zie je nu pas hoe scheef. Nou, de stijger is niet scheef, maar ik bedoel zeg maar hoe die stijgert. Dus stijgert echt totaal niet hoog. Als je zo doet, stijgt hij veel meer rechter. Maar hier komt hij echt maar zo'n stukje omhoog. Busje. Hou op met stijgen, drop je. Ik moet de bus halen. De bus. Bus! Ja, buska. Wat is dat eigenlijk? Oh ja, die auto Pier 13. Ik ben wel heel blij dat ik niet die hele missies met al die camera's overnieuw hoef te doen. Want dat is echt piep. Zeg maar, ik zou de code dan nu al weten, maar toch. Ik moet daarheen. Volgens mij. Moeten we naar binnen? Hier ergens moet ik zijn. Hij heeft toch wel de missie. Ja. We gaan alleen even om en heen rennen, want anders dan zien ze ons weer en dat is nog kut. Even eromheen rennen. Nou, let's go. Deurtje open. En waar kwamen we uit? Ik weet niet meer waar we in game moet. Daar in ieder geval niet. Dat is natuurlijk wel balen. Ik weet nu niet waar ik uit moet. Dus je moet hier rondrennen om uit te vinden. Staat ook niet hier op aangegeven. Op aangegeven of zo op de kaart. Kut, het is een soldaat. Oh, lekker dit. Madison, waar ben je? Waar is dat kind? Waar hangt dat kind uit, joh?
Waar is zij? Bij de paarden, maar waar zijn die paarden eigenlijk? Waar moet ik heen? Wacht, we gaan wel even hier naar binnen. Jezus, die magnetron blijft maar... En dan gaan we ze maar via de weg waar ik weer naar buiten moest, gaan we ook naar buiten. En dat was volgens mij... Rechtdoor. En dan hierheen, volgens mij. En toen rechtsaf. Het was een weg waarvan ik zei dat het niet was. Maar het was rechtsaf en toen een keer linksaf. Dus, of het was linksaf. Al meteen linksaf. Volgens mij was het hier zo. En dan kiezen ze van te zien. Hier niet, hier. En dat het er toen wel was. Nee, hier was het niet. Nee. Ik zie jullie wel als ik er ben. Jongens, ik heb echt geen flauw idee waar ik heen moet. Ik ben nu hier zo. En ik heb echt geen idee. Zeg maar, ik baal wel van hiervan. Want het is gewoon zo moeilijk om hier mijnes van te vinden. Het is zo groot hier. En er staat niks aangegeven op mijn kaart. Alleen wel dat ik een missie heb. Maar dat is het enige. Gaan we hier langs kruipen. Kijk of dat gaat lukken. Wacht, misschien daarachter. Maybe. Ja, maar hier komen we niet langs. Waar moet ik heen? Jongens. Help mij. Volgens mij is het gewoon een of andere geheime plek of ze het darstable heeft gemaakt. Waar ik nu niet meer kan komen. Want via binnen lukt het ook niet om er te komen. Zeg maar. Hallo. Oh. Moet er voorzichtiger zijn, godverdomme. Oh, misschien weten hun het. Ik ga haar gewoon achterna rennen. Sorry dat ik je achterna ren, maar... Ik weet echt niet waar ik heen moet. Ja, dan word je dus teruggestuurd, Matt. Oh. Nou! Ah! Fucking piep. Sorry jongens, ik wil eigenlijk niet schelden, maar... Het is heel moeilijk om nu niet te gaan schelden, zoals jullie denk ik wel begrijpen. Nee! Doei tram, denk ik. Doei. Stomme magnetron, hou je piep. Dicht. Ja. Nee! Madison. Schumans gaat dan. 32. Waar is dat, jongen? Schumans gaat dan 32. Waar is dat? Dus we hebben hier verder geen. Ja, dat is alleen de in- of uitgang. Dus 13 is allemaal 13, maar dat komt omdat het 13 is, zeg maar. Het is pier 13, dus. Jongens, help mij! Hoe komt dat paard hier? What the fuck? Hoe komt dat fucking paard hier? Moet je hier wat later wat met je paard gaan doen? Als ik, zeg maar, het kan vinden. Mag de tron houden, nou is je piep dicht. Misschien kunnen we vanaf boven zien waar we heen moeten. Dit is echt heel dom wat ik nu zeg. Maar ik probeer gewoon een manier te vinden om naar boven te kunnen, oké? Okay? Of om daarheen te kunnen, oké? Okay? Nou, daarboven is wat. Maar we kunnen niet omhoog. Of wacht, nee. Oh, wacht. Sleutel. Huh? We hebben een sleutel nodig. Oh, dat komt denk ik nog later in de missie voor. Hier staan wel allemaal hokken. En dingen. Maar niet de hokken met de paarden. Ik zoek de hokken met de paarden. We gaan daar zo meteen wel even omhoog lopen. Want dat kan wel namelijk. Nee. Ik zou ook op mijn eigen video terug kunnen kijken waar ik heen moet.
Maar ik weet maar niet of ik nou... Kijk of ik van hier ergens Madison kan zien. Of in ieder geval iets kan zien waar ik heen moet. Oh, dit werkt wel op zich. Zo kan ik wel wat zien. Daar zit wel dat je naar binnen kan. Kijk, verder hier zo zit niks. Nee. En hier zo beneden zit ook niks. Er zit allemaal dak op. Er zit allemaal dak op. En hier zo is weer een trap. Nee, we gaan wel hier naar beneden. Het heeft toch geen zin. Ach waar, jongens. Ik bouw hier gewoon zo, hè. Fuck. Ik wist niet dat die gasten hier boven kwamen. Oké, we gaan even heel gauw naar boven rennen. We gaan wel via de andere trap naar beneden. Ja, ik pas er gewoon tussendoor. Wow, dat is de eerste keer dat ik daar ergens tussendoor pas. We gaan wel weer via hier naar beneden. Dat vind ik een beter idee. En we gaan even gewoon gauw daar naar binnen. En dan ga ik even kijken waar ik heen moet. Om daar weer naar buiten te komen, zeg maar. Want dat was een speciale deur, volgens mij. Maar ik hoop niet dat we dan alsnog hier uitkomen omdat Starship helemaal afgesloten is. En toen, ja. Ja, oké. Maar ik voel het nog steeds dat we naar rechts en toen naar links of zo. Rechts, links, rechts of zo. Zeg. Dat moest. Hier zijn volgens mij geen mensen, gelukkig. Hier is het wel van niets. Wel. Nee, toch? Hier was het toch niet? Nee, hier was het niet. Nou. Ik word zo gek van dit spel. Ik ben hier nu ook alweer bijna verdwaald. Eigenlijk niet, want daar was een deur. Maar vertel mij even welke van allemaal die hier zijn. Nou, niet de goede in ieder geval, dat weet ik wel. Ik weet dat ik een bocht naar rechts moest maken. Het enige wat ik nog weet. En dat dat met zo'n buis was, dat weet ik ook nog. Ja, hier is het. Ja. Maar waar kom ik? Ja! Waar ben ik nou trouwens? Even kijken. Waar ergens een... Oh. Niet op de kaart te zien. Dus ik kon ook niet. Ja. Gaan we dit weer even doorspelen altijd op. Ja, dit had ik de vorige keer allemaal gelezen. Nu moeten we met de... Nu ga ik trouwens niet weer in die hokken lopen. Wesja, je mag eruit, Bart. Ja, Bart, je mag eruit. Loop eruit. Nu, ga eruit. Ga eruit. Goed zo, braaf Bart. Dat is wel een belast. Dus gewoon niet die hokken inrennen. Gewoon wachten tot... Nou, niet wachten tot het hok dicht is. Maar gewoon er niet automatisch in gaan rennen. Want dat gaat echt fout. Nou, waarom mag Nightdus er niet uit? Ik wil Nightdus eruit. Ik wil Nightdus eruit halen voor Madison. Dat is bijna... Oh, Madison staat daar. Volgens mij staat ze bij Nightdus. Op zich zou ik daar ook gaan staan. Weet je, als mijn paarden gingen redden. En mijn paard moest gered worden, zou ik daar ook gaan staan. Kijk, hier kom ik toen in dat hok. In de stal. Ding. Nou, het is geen stal. Het is echt totaal geen stal. Dat is toch gewoon zielig trouwens. Ik bedoel, als ik er nu in ren, hè, dan word ik glijp. Ja, ga er maar uit. Daar. Wat was dat? Hoor je dat elkaar klinkt alsof... Nee, het is echt zo braaf. Nee, dus. Nee! Gebruik de koffer om de koffer open te breken. Bij de alleen vooruit gaan. Ik kan mensen niet alleen achterlaten. Papa, ik ben niet alleen dak en hij is bij me. Geen zorgen, papa. Dalk is super getalenteerd. Hij heeft de kooi van Nightdus zo open. Ze zijn er. Oh, ik vind maar niks. Maar je hebt wel gelijk, Dalk. Ik ga vooruit zorgen dat paarden. Papa, het spijt me dat ik je niet had geloofd. Ik wil dat je
Weet dat ik trots op je ben. Pas alsjeblieft op elkaar van je. En Dauka, pas goed op mijn dochter. Wil je? Ik vertrouw je. Waarom krijg ik nou weer altijd alles? Dauka, als je het mis met Nightmares, hij reageert niet. Ik probeer hem met te praten, maar hij blijft in de muur staan. We moeten die kooi openbreken, nu. Oké, rustig. Rustig. Bartje, kom er maar uit. Nightmares, kom er maar uit. Kom maar. Bartje. En dan komen mensen aan mij, dus. Hoera, het is gelukt, Dauka. Nightmares, oh, wat heb ik gemist, Dauka. En ik kom je bevrijden. Nightdust, je bent vrij. Kom op, we gaan. Nightdust. Onderzoek, moet ik hem nou... Dauka, waarom reageert Nightdust niet? Waarschijnlijk, om weet ik niet wat. Hij paard. What the fuck? Is Nightdust veranderd in een zombiepaard of zo? Hinnik, Steiger en Bokken en... Nightdust! Drie paards? Paard, doe eens rustig, man! Nightdust, doe eens rustig. Deze muziek kan ik gewoon echt niet tegen, jongens. Dank u, het is mis mij. Ik herken hem niet. Madison, wacht. Het is een wild paard aan het worden. Pas even op met wat je doet. Zie hem naar Bokken dan. Zie dat paard eens even lekker Bokken dan. Nightdust, alsjeblieft nou eens luister naar me. Kom hier, Nightdust. Ik ben het Madison. Nightdust, wat doe je? Stop. Nee. Nightdust, wat hebben ze met je gedaan? Luister naar me, alsjeblieft. En ik. Wahahaha. Armklep meisje, luister naar zo'n partner. Dauka, jij. En dat idioot klein meisje waagde het om hier weer terug te komen. Haha, ik moet toegeven dat ik jullie heb onderschat. Grrr. We hebben tenminste alle paarden vrijgelaten. Lekker. Ja, dat zie ik los. Ik laat er wel op, Carl. Stuur een paar mannetjes naar deze pier om de paarden te vangen die ze ontsnapt zijn. Wil je? Ja, meneer. En Carl, nog één ding. Ja, meneer. Die man die bij de paarden zorgt dat hij verdwijnt. Goed, ik heb genoeg de soort die altijd hun neus had. Haha, zeker meneer Anwer. Meneer Anwer. Yes. Goed, en dan jullie. Moet ik hier beginnen? Grr. Ja, wat ga je eigenlijk doen? Dauka zal je verslaan. Je kwal. Niemand kan Dauka. Nightdust en mij tegenhouden als we samen zijn. Toch, Dauka? Ah, je zegt dat. Accepteer ik. De uitdaging. Ik zie dat je wat problemen hebt met je paard. Nightdust, zei je. Grr. We hebben geen problemen, toch, Nightdust? Jij bent bekend met de spirit. Wat is dat, Dauka? Morten Spirit is de naam van het project. Creatief van nieuw paarden als een superpaard. Krachtig als geen ander, maar compleet onderdanig aan zijn eigen hier. Let project binnen geen succes. De meeste paarden die we al binnenbrachten, reageerden niet goed. Wil zeggen, zelfs je oude vriend uit leek het eerst niet goed op te pakken. Maar het nieuwe zegen, wat je zo vriendelijk hebt bezorgd hier, dat werkte beter dan ik had verwacht. En zeker schoonheid. Nightdust, doe eens rustig. Jezus. Nightdust, alsjeblieft nou luister naar me. Oh jee. Kom op hier, laat me domen. Nee. Paard als Nightdust. Naast de verbetering van Nightdust spierkracht en snelheid met zijn volledig spraak te beheersen. Oh kijk, mijn niet zo blij meisje. Hij luistert alleen naar mij, zijn meester. Laat die zwakke meisjes eens zien wat is me. In sluipers doen. Hinnik. Nightdust. Dit wordt een bijzonder gevaarlijke situatie. Je moet Nightdust kalmeren voordat hij Madison aanvalt. Hey, jongen. Rustig. Oh, het lukt me gewoon. Wat ben ik toch lief tegen paardje. Oh. Nightdust. Valt me pas aan. Bij wie moet ik nu dan zijn? Nou, bij mij is van. Nightdust, je herkent ons toch nog wel. Je moest vechten dat gif in je lichaam. Ik weet dat je van binnen nog jezelf bent. Dat heb je al bewezen. Spring op Nightdust en vernietig met zijn hulp het laboratorium. Bries, Hinnik, Bries. Nightdust staat je aan. Hij wil kennelijk dat je op zijn rug springt. Komt ook, laat hem Torium vernietigen. Jezus. Oh!
Nightjes. Nightjes, wat doe je? Hinnik, Pries, Hinnik. Het lijkt erop dat Nightjes nog niet helemaal bevrijd is van controle van meneer Amberdok. En we moeten oppassen. Hou vast, Dokken. Laten we Nightjes redden en het lab vernietigen. Kan ik nu op hem? Oh my god. Ik kan op Nightjes redden. Waar moet ik heen? Goed zo, paard. Stop. Waar moet ik nou heen dan? Moet ik nog wat doen of zo? Wacht, doe ik dit nou? Ja, dit doe ik. Waar moet ik nu heen? Hallo? What the fuck? Dit spel is een beetje raar. Pof. Goed zo, paard. Heel goed. Je bent, denk ik, braaf. Knol met je dopper met een brein luister naar me. What the fuck? Nee. 1. Dit knol heeft geen top Everton brein. Oh, wacht. Ik weet wel aan het denken waarom die termijn zo irritant was. Nou, waarom komt er nou geen domino? Dat alles zo trr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 
Maar wat vernietigen? Waar moet ik nou maar vernietigen dan? Waar? Waar mag ik dingen sloppen? Oh, daar! Daar mag ik dingen sloppen. Come on, I just. Wacht, ik wil gewoon, ik rij gewoon op een bel. Dus kijk wat nieuw. Gehoorzaam, meisje, een paard. What the fuck? Met sim, ha, natuurlijk. Kijkend naar wat die doosjes met kracht op mijn snuit van een paard kunnen doen. Stel je eens voor wat ze met mij kunnen doen. Mahahaha. Waar heeft hij het over, Delka? Volgende, oh, maar laat hem niet ontsnappen. Hahaha, niet te geloven, niet zag waar kracht altijd in handen had. Oh, jou ben ik niet vergeten. Dit is niet goed, Delka. Maar is om Delka. Laat me jullie voorstellen een verbeterende versie van mezelf hier. Tijdens jullie niet te trekken met die paarden. What the fuck? Ach, Hinnik Doka. What the fuck? Hij wordt groter of zo. Wordt hij groter? Word jij groter? Hij is heel raar aan het doen. Ja, hij is veel groter. Jezus! Prul. Ach, een monster. Hij is een krankzinnig monster veranderd. What the fuck? Is dat nou weer van gast? Hinnik. Nou, dus heeft gelijk. Delka, we moeten achter hem aan. We moeten hem tegenhouden voordat hij de hele stad vernietigt. Kom, we moeten snel achter hem aan. Kom op. Kom op. Nee, paard. Ik kan hier niet zo goed rennen, oké? Okay? Dus, een paard. Ja, ik ben nog aan het opnemen. Ga niet lopen bokken. Of zo, niet nu. Kom, paard. Oh, ik mag... Dat er afstijgen en er staat een krasje doorheen. Dus ik mag niet van mij de staf. Maar dat is misschien gewoon logisch. Oh, mag, want ja, op zich. Kom op, paard. Fik. Nee. Doe dat eens niet. Doe eens lief. Daar is hij. Oh, nee, dus. Pries, Hinnik, Pries. Rijd vooruit en plaag meneer Amers zodat hij terug naar de haven volgt. Nightdust, Doka, snel. Nightdust heeft een idee. Als meneer Amers nog kunnen irriteren, zodat hij ons terugvolgen. Hier, hierin hebben we... Bruil. Kom, Doka, ga met... Dan pakken we meneer Amber voor eens altijd. Waar moet ik heen dan? Oké, ik moet daarheen rennen, denk ik. Oh, het is een soort van race, alleen dan zonder tijd, maar wel met dat andere dingen. Oké. Denk ik.
Waar gooit hij dat ding nou neer dan? Oh, frik. Huh? Hoe moeten we nou rijden dan? Waar moet ik heen? Waar I'm going to? Nee, paard, ren. Alsjeblieft, ren door. Hij wil ons maar een soort van pakken. Nou, niet soort van, hij wil ons gewoon pakken, maar hij krijgt ons niet te pakken, dus hij heeft pech. Waar moet ik heen? Paard. Waar moeten we heen, Nightdust? Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet wel dat straks deze hele stad in vlammen opgaat of zo. Maar ik weet niet waar ik heen moet. Moet ik hierheen of zo? Nu rechtdoor geeft hij aan trouwens. Maar ik moet naar binnen. Naar binnen? What the fuck? Oh, pop, even niet gedrukt dit ding. Wacht even. Wij gaan hier even heel gauw weg. Nou, dus. Je moet je dan zomaar omkeren of zo. Kan ik hier wel springen trouwens? Kan ik hier nog springen? Ja, ik kan hier gewoon springen. Chill. Nee, paard, paard, paard. Paard, doe eens niet. Doe eens lief. Oh, Nee, dat is nog niet helemaal goed. Kijk, hier kan ik niet verder. Nou, waar moet ik heen dan? Nee, paard. Huh? Waar wil het spel dat ik heen ga? Naar die kant. Of zo. Hierheen. Alleen, hij wil dat ik hier zo recht door ga. Maar dat kan niet. Oh, oh, oh. Stop, halt. Nee. Dat gaan we mooi niet doen. Nee, dat doen wij niet. Dat gaan wij niet doen. Moet ik nou echt hierachter? Maar daar kan ik niet naar achter. Of zo. Waar moet ik helemaal heen? Daar. Oh, ik moet daarheen. Paard, ga achteruit. Ga jij maar heel even achteruit. Ga jij even achteruit. Oké, we moeten dus precies hierachter komen. Alleen, dat gaat niet worden, denk ik. Ik ben bang. Daarachter, maar daarachter. Of moeten we dan hier tussendoor? Ja! Oh, los. Hier is een huis. Maar wat moeten we hier doen? Oké, we moeten nu heen dan. Moeten we ergens anders heen? Oh, fik. Paard, rijd gewoon door. Alsjeblieft, naar dus. Please, je doet het voor jezelf, denk ik. Je doet het meer voor jezelf dan voor ons, maar oké. Lijkt me logisch dat je het voor jezelf gaat doen. Ja? Weet ik niet. Dat ligt er even aan hoe lang dit nog duurt. Ik gok niet heel lang meer, maar... Ja, weet ik. Knorrige haarbol, onderdeel afgerond. Waarom zit hij daar zo gebogen mee? Denk je dat het gewerkt heeft? Volgende. Oh, maar laat hem niet ontsnappen. Bro, Hinnik, Pries, brul. Wat gaat hij nou. What the fuck gaat hij doen? Oh, hij gaat ervan door. Oké, ik heb er geen tijd gehad om te lezen. Ik weet wel dat ik nu achter hem aan moet gaan rennen. Alleen, hij is die kant op gerend. Moeten we dan hier zo nu doorrennen? Ja, we mogen door de tunnel heen. Oh my god, we mogen er gewoon doorheen. Maar door de treintunnel. Ik ben benieuwd hoe ze dit hebben gemaakt. Oh, wat? We zijn ineens in Gouverneur's Fall. Of nee, Abril in Addis. Daar is hij, Delka. Op het dak, we moeten hem tegenhouden.
Nu zit daar ineens op het dak. Hij is een beetje vreemd. Een beetje raar. Ik ga ook gewoon net op Night Dust in plaats van op mij. Of Megant, we kunnen niet opgeven. We zijn er zo dichtbij. Als we nog een beetje konden plagen, dan zou hij ons misschien achtervolgen. Ga je met Amber en laat hem niet ontsnappen. Ga je mee? Oh ja, ga jij mee dus mee. Meneer Amber, ga jij met ons mee? Dat zou ik heel leuk vinden als je met ons meegaat. Want dan kunnen we jou nog een beetje plagen. Nu kunnen we jou nog een beetje gaan plagen. Ja, we kunnen jou nog een beetje plagen. Oh, hier moet ik zijn. Ik ga hier van. Oh, dan komt hij dan even precies bij de kont van Night Dust. Omdat ik hem, ja. Kom aan, paard. Nee! Nee, 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 nee! Nee, nee. Je gaat nu niet hierin vastzitten. Paard, gekko. Een paard wil niet meer weg. Hallo, paard, Jezus. Ga gewoon even normaal doen of zo. Ga even hier weg. Even weg. Even via een andere kant erin. Ho. Wat heeft dit paard toch? Dit paard kan niet door mini-opstapjes, maar ik moet wel er tussendoor. Nee, paard, ren. Gewoon er doorheen rennen, even. Even lopen. Dankjewel. Jezus. Paard heeft wel veel moeite. Met dingen. Waar moet ik nu heen? Oh, daarheen. Oh, dat is niet heel moeilijk. Ik kan nu ook trouwens ook gewoon in rechte lijnen uitrijden. Dat is wel chill. Waarom is dat ding zo raar? Dat dat ooit een meneer was, eigenlijk. Dat vind ik wel een beetje raar. Oh, daar moet ik heen. Ren, paard. Ren. Goed zo. Je bent wel goed in opstapjes. Opstapjes rennen. Maar ik denk dat ik hem hier nu ga afsluiten en hem morgen verder ga opnemen. Hey, hij is nu weer boos. Oh, zijn we weer boos? Oh, brul. En ik wil weer op Night Dust. Ik wil op Night Dust rijden. Zo kost het. Nee. Dit is niet goed, Toka. Ren weg, zodat hij niet te pakken krijgt. Hinnik. Hij komt recht op ons af, Hinnik. Rennen, kom op, Toka. Night Dust zal ons helpen ontsnappen. What the fuck? Waar moet ik heen? Oh, ik moet hierheen. En dan? Hierheen. Fuck, Night Dust is niet goed in kleine opstapjes. Oh, daarheen, daarheen. Kom, Night Dust. Kom, Night Dust. Daar kan jij wel. Braaf paard. Nee, niet braaf paard. Ren. Ren. Ren voor je leven. Hier stond hij ineens. Dat was echt heel vreemd. Maar oké. Okay. Mijn gilletje ook gewoon. Echt te erg. Ja, dacht het even niet, meneer. Alsof je ons daarmee klein krijgt. Kom, paard. Loop door. Loop maar door. Niks aan de hand. We moeten alleen voor die gasten rennen. Die daar zo is. Pas op dat hij je niet te pakken krijgt. Nou. Oh. Maar het is nog niet afgelopen, dat hoor je gewoon al. Oh, het is wel... is het wel afgelopen? Poeh, heig. Wees hij, zijn we aan hem ontsnapt? Nee, dat zijn we niet. Wow, dat was echt heel vreemd. Hier kunnen we tenminste wel beter rennen. Hinnik, Pries, Hinnik. Blijf weg en meer aan tot de haven. Madison, Delka, Papa, Brul. Meneer Amber, bent u dat? Madison, Delka. Ah, tijd om weg te wezen, Delka. Oké, we gaan alweer. Kom! Jezus, daar gaat hij vet rennen met paard. Kom, paard volg het andere paard.
What the fuck? Poeh, eigen poeh. Moeten we een nieuw plan bedenken dat... dit werkt niet. Dalka en Nij, dus wat kunnen we doen? Lok meneer Amir van de koeien in... Een van de koeien doet achter hem het ding op zijn hinnen. Brul. Muisman, ga achter mij staan. Voordat er is geen tijd om dat uit te leggen. We moeten iets met hem doen. Bries, Dalka, wat bedoel je? De koeien, dat is geen... Zo'n geweldig idee. Net als in de tv-serie waar ze monster tijger vingerpap. Weet je nog, die lokte nu in de kooi. Muisman, dat is niet echt hetzelfde. Dalka, als jij mega Amir in de kooi in kunt lokken, dan sluiten Muisman en ik hem op. Gaat dat lukken? Knikt. Oké, blijkbaar gaat dat lukken. Oké, nou dus. We moeten hierbij samenwerken, paard. Kom. Hiervoor moeten we samenwerken. Dit kunnen we ze namelijk niet alleen. En niet zelf de kooi in rennen. Het is tijd om rustig te blijven en niet te bewegen. Als je te vroeg beweegt, rent meneer Amir de kooi niet in. Niet bewegen, nog eventjes. Oh. Oké, ja, maar dit gaan we even gewoon doen. Weet je wel? Ik snap nu wel wat de bedoeling is. Oké, nou, dus kom. Kom, we gaan naar die gast toe. Alleen, die gast mag niet ons aanvallen, want dan hebben we een probleempje. Oké, we gaan hier zo staan. Oh ja, wacht, nee, natuurlijk staan we voor. Oké, we moeten zo meteen die kant doen. Dat vind ik wel een goeie. Gewoon. Oké. Nu is het tijd om te bewegen. Kom aan, paard. Papa, nu, we moeten de kooi dicht doen. Oké, de deur zit vast. We krijgen hem niet dicht, bro. Aha. Dalka, snel, we moeten die deur dicht doen. Oké. Oh. Hey, dat was leuk, dus. Cool. Ah, lelijke, je zit vast. Ik wil nu alleen naar huis en een week slapen. Mijn zenuwen zijn niet geschikt voor dit soort avonturen. Ah, hoera, Dalka, het is ons gelukt. Nu hebben we Nightest gered. Zeg alle paarden aan boord van het schip. Maar dus van Erik, hoe gaat het? Oh, hi Holly. Holly Jonas, hoi. We dachten dat jullie een grotere boot nodig zouden hebben. Dus heb ik een van mijn oude vrienden, kapitein Brus. Schakel, bro. Ah, wat is dat? Dat is die stomme piraat. Je had mij in Dalka moeten zien. Die piraat had dat vergif en toen, pom, transformeerde hij. En Dalka was echt super kalm en Nightest was helemaal van hinnik. Toen renden we over straten van Jorvikjad. Dus we moeten zien, we reden in voor ons leven. En toen moesten we hem opsluiten. En papa kreeg de deur niet dicht. En Maarderson, waar heb je het over, Erik? We vertellen je het later wel. Op het moment moeten we proberen de paarden aan boord van het schip te krijgen. Meneer Amir werkte alleen. En ik heb het gevoel dat we hier niet willen zijn. Als zijn collega's. Goed, wil je me helpen de paarden aan boord te krijgen? Ja hoor, we gaan de paardjes aan boord halen. Waar moet ik zijn? Oh, daar! Hé, paard! Waar zijn nog meer paarden? Oh, daar zijn nog meer. Allemaal paardjes. Alle mijle paardjes. Eén paard gestopt. Ja, maar ik ga eerst alle paardjes schoon. Zeg maar aantikken, zodat ze allemaal wel iets in die richting gaan lopen. Zeg maar. Nog een paard gestopt. Hallo, paard. Zeg maar, ga jij maar. Ik ga wel even paardjes... met jou meelopen dat ik een beetje in de buurt. Het paard is op de veerpont. Ja, paardje, jij gaat even doorlopen. Het paard! Ga lopen! Ja! Daarvoor zijn ze gestopt.
Paard doorlopen, lopen, 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 lopen. Ja, goed zo. Jullie moeten ook gaan lopen. Ook lopen. Allemaal lopen. Ja, ga ik nog een keer extra lopen. En nu ga jij weer lopen. Jullie twee gaan ook weer lopen. Kitties, kom. Lopen. Het paard is op de veerpont. Oké, dat paard is op de veerpont. En dit paard is nu ook op de veerpont. Nog twee. Kom. Ik wil die paarden helpen. Paardjes. Een paardje in. Een paardje lopen. Even lopen, paard. Het paard is op de veerpont. Nu zijn ze allemaal. Oh nee, wel. Dit is de laatste. Uf. Jezus. Nu zijn ze er allemaal, toch? Toch, of er loopt er nu nog een? Oh, daar. Oh, twee, die grijze. Vergeet ik elke keer. Een paardje moet ook nog even naar de veerpont. Toe, loop, 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 lopen. Maakt me niet uit of ik veilig ben, maar jullie moeten in ieder geval veilig zijn. Loop, 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 loop. Kom aan. De paardjes op de veerpont. Ja, die zijn alle paardjes op de veerpont. Wacht, kan ik er nu ook naartoe? Dat zou heel gaaf zijn. Wat? Dat was niet mijn bedoeling. Freaking hell. Nu gaan we even daar naartoe rennen. Nobody's here. Nobody else. Not my fault. Dat was weer een cool setje. Of setje, topje. Een mooi topje vooral. Niet een cool topje, mooi topje. Daar moet ik heen. Alleen naar de stand bij. Maar ik wil eerst die veerpont zoeken, want het lijkt me heel cool om daarmee met de paardjes op de foto te gaan. Ik kan vinden hoor, anders dan. Oh, dit is die veerpont die hun al daar aan laat komen. Daar is. Oké, ik weet niet waar onze veerpont is. Oké. Dat is al de tweede keer dat hij in het water ligt. Is mijn paard er ook? Is mijn paardje er ook? Is mijn paardje... Oeh. Oh. Cute. Ja, Dropje is er ook. Hallo, Droppie. Even een leuke foto met z'n allen. Hey, hallo. Nou, helemaal goed zo. Ja. Ja.
Dus nacht is of zoiets. Contrast. Zo. Ik mag ook wel iets minder nog. Helderheid. En zo. Zo. Ja, mooi paardje. Eindelijk thuis. Geen idee of ik eeuwigheid weg was. Bedankt voor alles, Dalka. Graag gedaan. Ik kan niet wachten tot alles weer normaal is. Praat met mij, zoon. Enorm bedankt voor je hulp, kapitein. Gelukkig kon je ons helpen om het schip te sturen, zodat we niet op een zandbak liepen. Zo erg was het ook weer niet. Hollander, we hadden kleine rotsen, maar vastlopen zat er niet in. Kleine rotsen? Je stelde ons bijna een klip op. Kug. Mijn manning heeft een paarden uitgeladen, maar nu moeten we weer verder. Goed, wat moeten we nu met al die paarden beginnen? We vinden wel een oplossing. Sommige van hen zullen worden gerehabiliteerd. Mijn paarden zijn weerbare beesten. Ik weet zeker dat het wel goed komt met ze. En ze weer leven op het eiland hebben. Ze had prachtig. Ja, het voelt als het normaal wordt. Over normaal gesproken, Dalk, heb jij toevallig gezien waar Manus van Nijden zijn toe, hè? Nee. Oh, die zullen vast wel ergens aan het rijden zijn of zo. Daar maak ik me nu niet zo druk meer om, eigenlijk. Wow, mama! Mam! Papa, kom eens. Ik zal niet weten waar je dat trekt van aan moet halen. Dus dat zal niet. Dat kan lekker het best aan de vrienden. Rust proberen het even. Rust te vinden. En dan, wat gebeurt er nou hier? Probeer een beetje de rust te vinden. En morgen kreeg ik van je verder niet zo. Dus ik heb dit voor jou te staan. En dan morgen filtervraging. Oké. Oh, dat is nog niet zo ver weg. Dat is er een keer naartoe. Ja. Tom. Oké. Heel iets in tension, zo. Ja, en dan is even kijken waar je. Poef. Oké, paard, kom. Eens morgen, ja. En dus. Hey, probeer de rest een beetje te vinden. En als wij morgen nog kun je het niet echt uitbrengen. Ja? Nee, ik weet niet dat ze in de stal is. Maar dus kan kunnen we iets niet in de stad kunnen. Ja, ja, ook net als voor ik samen, maar als het nodig is, dan kunnen we. Ja? Oké, joh. Ja, goed. Slim? Was ze erg geschrokken? Ja. Ja, echt wel balen. Ze heeft weer geen auto. Auto in elkaar. Niet zo met. Ja, wat had ze nou aangereden dan? Oh, maar ook echt, is het die ook dood? Ja, hartstikke. Ja, dat gaat maar. Ja, oké. Ik heb het voor niet, maar dat is niet eens. Maar gewoon weer geld voor de auto nodig. Ja. Waar haal ik dat vandaan? Hé, mama, kom eens. Mam. Kom eens. Ja. Kijk deze sterrenhemel. Hoe cool. Ik zie dat jij er een keer af een einde moet gaan maken. Maar kijk die sterren. Ja. Dat is mooi, hè? Ja. Ik heb ook even gaan. Wat krijg je dan, hè, als je donker bent? Ja, het is wel heel cool dat ze maar ze hebben gewoon echt tijden van de dag. Leuk. Met een vuurtoren. Maar, hoe lang ben jij nog bezig? Niet echt heel lang, denk ik. Ja, denk ik. Dat is ook een keer, denk ik.
Je gaat er niet weer nu opnieuw met de missie beginnen, toch? Nee. Oh. Het is, Nee, maar... Zo. Tijd om naar slapen. Je was moe, zei je. Je was kapot. En nu zit om half één nog achter je startbeurt. Klopt. Ja. Oh, wat moet ik doen? Nou, waar moet ik het aanklikken? Waar slaat het nou? Waar is het? Kluizenaars, hij is. Ja, mijn moeder vroeg trouwens net wat dingen. Ik was even helemaal vergeten dat ik aan het opnemen was. Dit wordt trouwens wel echt een ziek lange let's play. Maar dat vind ik niet erg. Ik weet niet of jullie het erg vinden. Maar ik denk dat jullie het ook wel leuk vinden na een keer. Ik heb genoeg bloemen. Tijd om naar de kluizenaars. Oké, moest ik bloemen verzamelen? Jongens, kijk die sterrenhemel. Hoe mooi. Toch beautiful. Dat wil je de foto's maken en zo. Ik maak net even foto's en zo. Dat staat allemaal ook op. Ja, ik was helemaal vergeten dat ik het opnemen was. Sorry jongens. Ik ben als eerste zo te zien. Nou, toet doei, Madison. We hebben een dekje gekregen. Oh, wacht, was ik daar? Ja, Madison is weer verdwenen. Dekje wow, dat dekje is zo cool. Nee, dus teken. Dus dat zijn bijzondere tekenen. Cadeau van de kluis naar Blankje. Ze hebben gedaan. Die is zo mooi, jongens. Kijk even, hij is niet goed. Hij is zo mooi. Oké, maar ik ga hier bij de video afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond en vergeet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dus dan zeg ik... Bleh.